Doe een eerste vakantiebonnetje. Wou je dat nog? Mijn eerste vakantiebonnetje? Dat was in Beatrix Oord in Haren. Mijn eerste, dat was bloembollen plukken. Oh. Ja, bij de boer. Ik heb altijd gewerkt bij de bakker in Onstwedden. Heb jij ook al een bijbaantje of vakantiebaan? Nou, nog niet, maar ik ben wel gewoon een beetje aan het zoeken. Ik heb de schoolvakantie, dan ging ik bij een boer werken. En dan ging ik dus, heb ik in het Samoors werk bij een boer Sittenburg. Maar de vakantie is ook bijna over, dus misschien volgende vakantie weer. En dan was ik een week of vier zes, en dan bleef ik er ook slom. Dus in het weekend ging ik wel naar Oestal. Maar hij had er ook beren, zeg maar, ik kon er ook blijven te slopen. Maar verder hoop ik met in de oogst, zeg maar. Altijd lekkere broden om je heen. Altijd de geur van gebakjes. Ja, dat was echt top. Eer appels kraben. Ja. Nou, hoe ging dat zijn? Was je daar gewoon overdag een beetje bezig en soms een beetje feestmark? Nee. Nee, was eigenlijk soms niks te beleven. In het koren. Als dus, er moest er afgemokt worden, dan deden ze nog met een aflegger. Zo hadden ze nog geen combine. Een peertervuur, hè? Dus uiteindelijk een vakantiebaantje, bijbaantje is wel belangrijk? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, je wil graag wat geld verdienen, toch? Ik weet het niet. Ik heb niet echt iets met werk of zo. Dus. Okay. En denk van ja, zoek lekker naar een baantje. Ga ben ik voor vakken vullen of iets. Je steekt er wat van op en je verdient een procent met. Dus ik heb nooit omlopen zeg maar, in de vakantie. Altijd bij die boeren het vaak.